Gent leven zo'n 150 verschillende nationaliteiten. De stad Gent en de politie Gent dragen er samen met andere partners toe bij dat al die verschillende bevolkingsgroepen respectvol met elkaar omgaan. Met het oog daarop werd het bureau Integratiezorg in de schoot van de Gentse politie opgericht. Zo wil men de korpsslogan, uw politie altijd nabij, ook naar de diverse doelgroepen toe concretiseren. En daar baseren wij ons in feite op een van de 5 basispijlers van de politiezorg. Externe oriëntering wil zeggen dat wij ons in feite gaan inmengen binnen de gemeenschap, echt tussen de gemeenschappen gaan lopen, om te zien en te weten komen wat in feite de problemen zijn binnen de gemeenschappen. En op basis van die informatie gaan wij die informatie doorspelen en de informatie natuurlijk die van ons van toepassing is, gebruiken om die aan te wenden om de noden van de mensen toch tegemoet te komen. De medewerkers van het bureau Integratiezorg hebben regelmatig contact met de verschillende gemeenschappen in Gent. Zo kan het bureau Integratiezorg de noden van bepaalde doelgroepen detecteren en melden aan de bestuurlijke en gerechterlijke overheden. Bij grote evenementen is het ook belangrijk om goede afspraken te maken, zoals bij het offerfeest. De Turkse moskee hier trekt toch minimaal 3000 mensen. Als je kijkt, de buurt laat niet toe om 3000 wagens te parkeren. Dus kunt je je al voorstellen dat er daar afspraken dienen gemaakt te worden. En die afspraken maken wij met het bestuur van de moskee. Afspraken zijn in feite de basis van onze werking. Als de politie bijvoorbeeld een aantal middelingen wil laten doen naar de gemeenschap toe, dan kunnen ze bij ons terecht en kunnen wij aan iemand vragen om na het vrijdaggebed of tijdens het vrijdaggebed die mededelingen eigenlijk mee te delen aan de moskeebezoekers. Een goed netwerk is dus belangrijk. De medewerkers van het bureau Integratiezorg kunnen op die manier ook beter bemiddelen in conflict situaties. Ze zijn immers een bekend gezicht in de gemeenschap. En op die manier ook een buffer tussen de interventiediensten en de burger. Met vooral het woord als middel. Nieuwe Gentenaars hebben vaak een vertekend beeld van de politie. En daarom geeft het bureau Integratiezorg ook lezingen tijdens de inburgeringscursussen in Gent. Wij leren op die manier de gevoelens kennen van die mensen. Maar ik ga ook op een andere manier te werk. En ik geef ook wel duidelijk wat de gevoeligheden zijn van de politie. Wat mag je verwachten van de politie of wat mag je niet verwachten. En daar hecht het toch wel heel veel belang aan. De nieuwkomers kunnen ook vragen stellen. Hoe moet ik omgaan met discriminatie? Wat als ik aangevallen word op straat? De heren die sommige auto's maken met bruiloft of feesten. Kan daar de politie iets aan doen of niet? Hoe moet dat aangepakt worden eigenlijk? Ik denk dat wij zelfs als leerkracht soms ervan uitgaan dat het hetzelfde als wij weten hoe de politie in elkaar zit, ons systeem. En ze zijn aangenaam verrast eigenlijk, meestal, door hoe de politie hier fungeert, wat de taak is. Het verschil tussen het straffende in de meeste landen en hier het samen een veilige omgeving, de verantwoordelijkheid van de mensen ondersteunen, maakt toch wel een groot verschil uit, voor mensen gemerkt. Wederzijds respect en begrip voor elkaar. Dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Jong of oud, dik of dun, man of vrouw. Diversiteit reikt verder dan de verschillende nationaliteiten. Het bureau Integratiezorg houdt dan ook een vinger aan de pols bij verschillende gemeenschappen. Zoals bijvoorbeeld de Holibi-gemeenschap. Dat maakt dat er naar oplossingen gezocht worden om vooral preventief ook te werken en ook vooral drempelverlagend te werken. Dat komt op neer dat wij dus met onze middenvelden van de diversiteitsgroepen dus hun antwoorden kunnen horen of hun problemen of wat dat er goed loopt kunnen horen, dat wij ook in dat vlak een signaalfunctie kunnen geven weer aan onze overheden er zijn. Wil je meer info over het bureau Integratiezorg? Dan kan je bellen naar het nummer 09-266-67-55 of surf eens naar politiegent.be. We eindigen met de agenda. Wil je de toekomstige Groenpool Vinderhoutse Bossen al eens van dichtbij bekijken? Op zaterdag 13 april kan je samen met een gids door het gebied fietsen en wat meer uitleg krijgen.
Op vrijdag 12 april gaan Europees commissaris Karel de Hucht en Jordi Vaquer-Fanes, directeur van het Open Society Initiative for Europe, in debat met jongeren over de toekomst van de Europese Unie. Deelnemen kan na inschrijving op de website www.eu4be.eu. De strijd tegen armoede is hard. De cel Armoedebestrijding, een samenwerking tussen Stad Gent en OCMW Gent, organiseert samen met Hogeschool Gent twee gratis filmvoorstellingen op 15 en 25 april. De film toont het gevecht van de Franse priester Joseph Wyszynski tegen de verschrikkelijke leefomstandigheden in een sloppenwijk van Parijs in de jaren 50. Reserveer je gratis ticket via Gent Info. Stad TV Gent zit erop. Deze uitzending kan je bekijken op gent.be of via AVS Digitext Gemeente TV Gent. Met vragen kan je terecht bij Gent Info op 09210 10 10. Tot volgende week.